Jongens, dames, heren. Pa, 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 pa. Content Veen. Vandaag ben ik lekker gewederkeerd in mijn... Ben ik gewederkeerd? Is het niet wedergekeerd? Ik ben terug! En we zijn in onze prachtige Content Veen wereld, jongens. Ik sta hier bij het water dat ik vorige aflevering helemaal heb gemaakt. En het is heel nat. Wat best wel logisch is. Maar voordat deze video begint... Abonneer jij eens even. En like jij eens even. Dat was de mededeling. Vandaag wil ik beginnen met de pier maken die hier langzaam zo langs de rand loopt. Ik denk niet dat ik hem hier wil maken. Misschien toch stiekem wel. Maar voor nu nog niet. Voor nu wil ik alleen hier een houten pier maken die helemaal tot het randje daar loopt. En dan daar misschien ook weer omhoog gaat of zo. Geen idee. Heel onlogisch waarom hier een pier zit. Want ja, je ziet dat het water gaat nergens heen. Maar het lijkt me gewoon leuk om dat te bouwen. Ik denk dat we dat natuurlijk gewoon van dark oak hout gaan maken. Want dat is gewoon het hout dat ik overal gebruik telkens. En we moeten wel een beetje consistent blijven, hè jongens, met ons werk. En ik denk dat ik heel makkelijk hier de ingang 3 breed kan maken. Dat ziet er leuk uit. Dan is het ook niet precies aan het randje, maar gewoon net ernaast. En dan wil ik de pier 3, 4 of 5 breed maken. Even kijken hoor. 1, 2, 3. 4 zit er geen midden in. Als ik hem 5 maak, is hij dan te breed? Is de vraag. Ik denk dat dit juist wel clean is. Want je moet ook ruimte hebben om op de pier natuurlijk allemaal mooie dingen te bouwen. Waarom is mijn camera nou alweer vastgelopen, jongens? Ik heb een probleem met mijn camera. Dat gebeurt zo vaak de laatste tijd. Laten we een counter maken hoe vaak mijn camera vastloopt in de video, jongens. Ik weet niet hoe het kan, maar... Is 5 breed genoeg, gaat de vraag zijn. Ik denk het wel, hè. Ik denk dat ik daar vrede mee heb. Nou, dan is het enige wat we nu hoeven te doen... Heel simpel... Allemaal palen naar boven te maken. Helemaal tot en met daar om de hoek zo. Het gaat er mooi uitzien. Oké, jongens, we zijn bijna bij het einde. Het heeft behoorlijk wat hout gekost, maar het gaat nog veel meer kosten. Want er moeten ook nog allemaal plankjes tussen natuurlijk. En ik stef te denken of ik het helemaal wil doortrekken tot de dam. Of dat ik beter kan zeggen, nou, laten we hem hier maar stoppen. Even tijdelijk. En dan kan ik altijd nog kijken hoe ver ik hem wil. Nou, trouwens, dan kan hij nog wel eentje verder. Eentje verder is nog mogelijk. En hoppakee. Zo, dan hebben we het nu helemaal gemaakt. Het loopt natuurlijk hartstikke krom. Maar ik vind het veel te groot om het recht te laten lopen. Want dan is het gewoon één rechte lijn. En dat is helemaal niet mooi. Dus vandaar dat hij ook zo lekker krom die kant op loopt. Maar goed, nu moeten we beginnen met de slabs. En het ding gaat zijn, jongens, hoe ga ik de slabs zo plaatsen? Of ga ik ze op het water plaatsen? En ik denk dat het mooiste is als ik ze er eentje boven plaats op deze manier. Maar dan nog niet de randjes, want daar moeten misschien nog details komen. Dus op deze manier. Moet ik het nu helemaal op gaan vullen. En dat wordt ook nog weer een taakje. Oh, wat blijft dit een ongelooflijk saaie, stomme taak, jongens, om dit allemaal op te vullen. Mijn camera is weer vastgelopen. Je meent het. Ik haat mezelf echt. Waarom loopt mijn camera vast? Ik moet een nieuwe camera kopen, denk ik. Oh, we zijn bijna klaar, jongens. We zijn bijna klaar met het opvullen van dit stomme stinktaakje. En... Hoppakee! Het is heel donker. Dat is het eerste wat me opvalt, dat het heel donker is. En hij is natuurlijk nog lang niet klaar, hoor. Daar niet van. Moet ook hier nog een trap omhoog komen. Dus er moet hier sowieso nog een paaltje omhoog. Deze manier. Oh, en hier ook, want hier komt de trap omhoog. Dus hier moet er sowieso nog een dingetje. Dan gaan we hem hier afsluiten, de pier. Hij mag niet tegen de rand van dit aankomen. Ik weet niet waarom, maar... En dan wil ik hem netjes kijken tot hier hebben. Zo, tot hier had ze flats. Hoppakee. Ja, dat ziet er leuk uit. Dan kan hier de trap namelijk komen. Zo, prut, prut, tot hier ongeveer. Kan je er onderdoor lopen, want het is een pier. Dus alles is met paaltjes en is het allemaal zielig in elkaar natuurlijk. Laten we gelijk even wat licht toevoegen. Nee, dat doen we. Wacht, eerst wat andere details. Eerst de pier zelf maken en dan de details toevoegen, jongens. Dat is denk ik belangrijk. Anders ga je vooruitwerken op zaken die nog niet moeten gemaakt worden. Maar het ziet er wel... Even kijken. Nu kunnen we het idee een beetje zien. Ja, dat ziet er leuk uit, hè. Oh, dit ziet er echt heel leuk uit. Damn. Ik zie het echt al helemaal voor me nu. Ook gewoon met hijskranen hier en daar en weet ik veel wat. Bootjes in het midden. Van die kleine bootjes, weet je, niet te veel. Een vlotje misschien. Een steen die uit het water steekt. Ja, dit gaat heel leuk worden. Dit geeft dit straatje hier gewoon zoveel meer effect. Het feit dat dit water in dat hout hier zit. Zeker als er ook nu nog daar een trappetje komt. Daar een trappetje. Misschien daar ook nog een trappetje. Oh, dat gaat er echt heel leuk uitzien. Dat weet ik nu al. Misschien af en toe ook nog een uitstekende lijn. Zo, ja, met daar aan... Dat ga ik gelijk doen. Dat gaan we gelijk doen. Dat doen we hier. Kijk, dan gaan we hier ook in een lijn van 3 palen. Zo. En dan nog eentje. Jongens, als je een pier maakt in je eigen wereldje, zorg er in ieder geval voor dat je altijd palen naar de grond maakt. Anders vliegt het gewoon of drijft het op het water. En ja, dat ziet er altijd een beetje gekkig uit. Vind ik dan, hoor. Dus dat is mijn tip.
Mijn coole Minecraft Pro tip, doe dat altijd. Oh mijn god, ik kom één dingetje tekort. Één slab. Maar volgens mij heb ik daar in de verte nog heel veel slabs liggen. Volgens mij heb ik in een kistje hier... Komt-ie. Bam. Kijk, jezus, dat zijn er wel heel veel. En ook nog stairs. En trapdoors. Oh, dit ziet er leuk uit. Ik ga hem nog net iets langer maken. Hij moet nog eentje langer worden dan dat hij... Oeh, ik viel er bijna in. Dan dat hij nu is. Dan is hij wel lang genoeg. Jongens, laat even in de reacties weten wat jullie tot nu toe van de pier vinden. Of jullie er tevreden mee zijn. Of dat je denkt, oh Max, wat ben je nou weer gaan doen? Dit ziet er echt niet uit. Je had daar gewoon huizen moeten bouwen. Weet ik veel wat verzinnend. Laat het gewoon even weten. Ik ben altijd benieuwd naar jullie reacties op de dingen die ik bouw. Ik kan er zelf natuurlijk wel tevreden mee zijn. Maar jullie moeten er ook wel een beetje tevreden mee zijn, hè? Met wat we allemaal bouwen hier. Even denken, waar ga ik de volgende bouwen? Hier? Ik denk dat dit wel een leuke plek is, hè? Dan maken we er twee. Maken we twee van die dingetjes. Deze moet iets minder lang worden, omdat deze op de breedte is. Zo ziet het denk ik gek uit als deze ook lang is. Dus misschien moet deze maar wel twee breed worden. Oh, dit mag echt niet. Dit hier, dit blokje daar. Dat dirt daar moet ook hout zijn, maar ik heb geen hout meer, dat meen je. Ik moet mijn werkstationnetje echt verplaatsen. Die staat letterlijk... Ik moet de hele tijd hierheen vliegen. Het is echt vet onhandig. Maar hier ligt wel alles. Kijk, hier ligt ook allemaal hout. Oh mijn god, mijn vuurwerk is volgens mij nu echt officieel op. Dan moet ik weer naar Nathan's winkeltje toe om nieuwe te halen. Maar goed, niet belangrijk. Eerst eventjes dit houtje hier fixen. Zo, hoppakee. Hey, floor joint again. Hallo. Alright, jongens, dan gaan we nu met de stairs. Wil ik hier alle randjes zo even dichtmaken. Want het is natuurlijk belangrijk dat we misschien hekjes erop maken. Zodat we niet afvallen. Alleen, ik weet niet of ik dat wil doen. Op een normale pier heb je volgens mij ook niet echt hekjes waar je aan vast kan houden of zo. Normaal kan je er ook gewoon van afvallen en van afspringen wanneer je wilt, weet je. Dat is wel even een dingetje waar ik mij rekening mee moet gaan houden. Maar laten we voor nu gewoon eventjes al die stairs hier plaatsen. Heb ik genoeg stairs? Volgens mij heb ik legit één ster te weinig. Oh, ik had nog een hele stack stairs, laat maar. Hey jongens, nergens om zorgen over te maken. Waar maken jullie nou druk om? Dan doen we hier trapdoors in. Ik denk dat dat wel leuk kan zijn. Om hier trapdoors te doen. Zodat het randje lekker extra dun is. En dan krijg je van de zijkant krijg je helemaal zo'n dieptegevoel. Dat je dat onderste randje ook nog ziet, jongens. Ziet er goed uit. Hier klopt iets niet. Hier ben ik een ding vergeten, volgens mij. Zelfs ja, ik kan het zeggen. Er klopt hier iets niet. En dan hier doe ik het ook zo. Daar moet ik even rekening mee houden. Dan vervolgens wil ik op elk randje hier wil ik hem hoger hebben. Zodat de palen natuurlijk hoger worden dan de pier zelf. Daar zit er een beetje diepte in, op zijn minst nog. Hé, hey, Fred is aan het vissen! Ik denk, wat zie ik in één keer voor zwarte lijn? Ik denk, ik snap er even niks van. Maar ik dacht, ik zie wat geks in mijn ogen of zo. Maar heb je wat gevangen, Fred? Ik ga het aan hem vragen. Ik moet toch die kant opbouwen. Oh my days, jongen. Ik denk, wat zie ik nou? Fred! Fred! Oh mijn god, hij hoort me niet vanaf hier. Hij zat net te ver. En mijn vuurwerk is ook op, dus ik kan er niet zo makkelijk heen vliegen. Wacht, ik moet hier trouwens nog de paal omhoog bouwen. Laten wij dat even doen. Fred op de achtergrond. Lekker aan het vissen. Hij is weg. Hij is weg. Waar is hij heen? Waar is Fred heen? Huh? Die man blijft mysterieus, jongens. Fred blijft een mysterieuze man. Of een mysterieuze robot. Zo, hoppakee. Kijk. Ik denk dat ik dit ook voor het eerste keer niet ga scaffolden, jongens. Of heet het scaffolden? Hoe heet het? Nee, dit heet niet scaffolden. Ga strippen. Ik denk dat ik het hout gewoon een keertje zo laat. Dat is ook een keertje nieuw voor mij om te doen. Maar wat ga ik dan hierop doen? Nou, ik denk... Ja, hier zouden heel goed dinges tussen kunnen. Hoe heet het? Fences. Maar ik weet niet of ik dat wil. Ik weet echt misschien dat ik gewoon legit zo ga doen. Dat dat een stuk mooier is om een keertje te doen. Dat het gewoon in plaats van fences... Dat we hem een heel klein... plat randje er tegenaan plaatsen. Zo. Fences vind ik weer zo dik. En dan ben je weer gelimiteerd. Dat je niet het water in kan springen wanneer je wilt. En dat wil ik wel gewoon. Ik ben echt bang. Ik ben bang waar... Oh, hij staat daar! Fred, niet springen! Fred! Niet doen! Je kan niet... Oh, hij is aan het vissen. Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Ik denk hij gaat springen. Misschien dat hij me nu hoort. Fred! Fred! Hoor je me? Hoor je me? Je ziet me, maar je hoort me niet, hè, vanaf hier. Ik sta te ver. Fred! Hallo. Oh, waar ben je? Huh? Boven. Waar? Ik zie je niet. Kijk naar beneden. Oh, daar. Wat ben je aan het doen? Hé? Hey? Ik hoor je slecht. Wat ben je aan het doen? Vissen. Niet in het water vallen. Je kan niet tegen water. Je kan niet zwemmen. Nee. Ik hoor je alleen in mijn rechteroor. Ik jou links. Wacht, zullen we draaien? Praat nu eens. Ja, hallo. Ja, nu hoor ik je beter. Maar nu zie ik je slecht. Ik ben Fred. Jij bent Fred, ik weet het. Fred, ik ben aan het bouwen hier. Ik vind het leuk dat ik je op de achtergrond een beetje zie. Ontdekken. Ontdekken. Ga je lekker maar ontdekken. Ik ga verder bouwen. Jongens, Fred is gewoon lekker. Hé, hey, ik heb een verkeerde skin aan. Oh. Oh. Ja, jongens, net zat er een knip trouwens. Dat jullie ineens dachten, Max, waarom heb je in één keer een andere skin aan? Tussen dat stukje
En daarvoor zat zeg maar een hele 6-7 uur of zo. Ik moest heel even weg van mijn computer en dat bleek langer te zijn dan verwacht. Dus vandaar dat ik een andere skin aan heb, want ik heb daardoor nog even tussendoor snel wat geregeld. Voor een andere video? Maar nu heb ik de verkeerde skin aan. Alright, dan wil ik wel fences gaan gebruiken voor op deze dingen. Ik denk dat ik daar namelijk gewoon fences op ga zetten. Oh, we kunnen misschien wel in plaats van fences kunnen we gates gaan gebruiken. Hé, daar loopt Fred weer. Hoe is hij zo snel? Nou, trouwens, op zich kan dat wel. Fred, jongen, het blijft mij af en toe echt verbazen. Oké, kijk, dan gaan we hier sticks van maken. Dan maken we gates. Nog gewoon een aantal gates maken, want dit, jongens... Ja, dat is ook te dik. Misschien zo. Is dat niet leuk om het op deze manier te doen? Zo. Ha! Fred, wat doe je? Alarm. Wat is er? Boze oog. Oh, dat oog daarboven, ja. Ja, daar moet je niet op letten. Mijn vishengel is kapot. Ik heb al... Hij doet het niet. Ik heb al wat voor je hier. Mijn vishengel doet het niet. Hé, dat is... die kan je ook niet gebruiken in het water, Fred. Waarom? Ja, dat is voor in de Nether. Moet je naar de Nether gaan. Nether. Naar de Nether, ja. Deze doet het niet. Deze komt uit Frederik Huis. Ja, leg maar terug. Die heb je ook niet nodig. Oh. Die heb je denk ik niet nodig, Fred. Oké, jongens, ik denk dat dit wel mooi is om te doen. Maar ik twijfel, want ik wil het eigenlijk misschien, wat ik net zei, gewoon zo doen. Slaps of... die dingen zijn eigenlijk wel heel mooi. Die dingen zijn eigenlijk wel echt heel mooi om te doen. Fred? Er is geen trap. Nee, er is inderdaad nog geen trap. Wacht, zal ik even een tijdelijke trap voor je bouwen? Kom maar, hier. Ik bouw even een tijdelijke trap voor je. Ik kom er namelijk ook niet uit. Mijn vuurwerk is ook op. Hier, ik heb een tijdelijke trap gebouwd, Fred. Mooi. Kom maar, zo. Dan kan je eruit. Doei. Dag, Fred. Hey, we gaan dit doen, jongens. Ik weet zeker dat ik het op deze manier wil doen. Oeh, maar dit... Nou ja... dit is wel weer lelijk. Moet ik dan een fence tussen plaatsen of zo? Oh, wat zonde weer dit. Dan krijg je hier weer die gaatjes. Dan moet ik daarvoor waarschijnlijk toch... Even kijken. Wat fences maken. Zo. Ik heb meer gates nodig. Kijken, zo. Dat is donker. Ik moet echt lantaarnpalen maken. Want kijk, op dit soort plekjes moet je dan wel gewoon fences plaatsen. En op plekken zoals dit dan, waar je hem zo bouwt en dan... Zo, dan moeten we wel een... Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. Zo dan maar, denk ik. Alleen... wat gebeurt er? Laat ik het gewoon even volbouwen. En dan kijk ik wel wat ik ervan vind uiteindelijk. Oké, dit ziet er leuk uit. En er moeten wel nog dingen op de houten palen komen natuurlijk. Maar ik moet wel zeggen dat het leuk is. Je kan er nu ook makkelijk in en uit. Daar ben je niet door belemmerd door de hekjes. Het ziet er iets frisser uit of zo. Ik weet niet. Ja, fris klinkt misschien heel gek om te zeggen hiervoor, hoor. Maar omdat het niet zo... opgesloten gevoel geeft. Maar toch een heel mooi gevoel als ik het zo zie. Ja, jongens, gevoel. Klinkt misschien gek met bouwen, een gevoel. Maar soms moet je dat hebben. Oké, dan is dat helemaal gedaan. Oh nee, wacht, trouwens. Deze tussenstukjes moeten ook nog gedaan worden zo. Ik wou bijna zeggen, hé, dan is het allemaal al klaar. Maar dat is het helemaal nog niet. En er komt telkens van die dingen tekort. Weet je hoeveel hout gates kosten? Die kosten echt veel meer hout dan fences. Maar dat komt omdat je meer sticks nodig hebt. Ik ben echt een ei. Ik heb weer 2 tekort. Oh, maar deze. Oké, nu hebben we wel genoeg, hoor. Komt die zo. Hoppakee. Hoe ziet dit eruit van boven? Dat weet ik gewoon niet, omdat ik geen vuurwerk meer heb om weg te vliegen. En ik heb ook geen vuurwerk meer in mijn ender chest, dus ik moet legit naar het winkeleiland gaan. Lopen. Ik moet gaan lopen. Alsjeblieft, help. Daar zit ik even te denken. Wil ik deze mooie, prachtige trapdoors hier voor een goed nut gebruiken? Namelijk, maak ik er even eerst meer zo. Is dit mooi? Om het een soort afwerking te geven, zoals dit. Of gaat het dan te druk worden? Ik ben bang dat dat te druk gaat worden. Maar ik kan het even proberen. Kijk, je ziet het. Het maakt het een beetje houtachtig. Als in de verkeerde kleur houtachtig. Ik wil die palen. Het geeft wel echt een lijp effect dat die palen zo door naar beneden lopen voor je gevoel. Ook in hier lijkt het meer alsof er gewoon houten blokjes op staan, weet je. En daar zijn het echt palen. Dus ik denk dat ik dit niet ga doen. En mijn camera is weer vastgelopen. Maar wat wel kan, in plaats van de prachtige trapdoors, jongens. Wat misschien een riskante pool is. Is signs. Als ik nou signs hier plaats... Oeh, ja. Kijk, dat kan dan weer wel. Ah! Oh! Wat gebeurt er? Fred! Hij heeft groen vuurwerk gemaakt omdat hij van groen houdt. Oh, mijn race. Ik snap hem al nu al. Oh, Fred. Nee, niet doen. Niet schieten op mij. Dat doet pijn. Fred. Fred. Waag het niet. Waag het... Oh, mijn god. Hij komt recht op me af. Ah! Groen vuurwerk, dat is wel echt iets voor Fred. Ik moet wel zeggen. Fred, je kent jezelf wel heel goed. Je kent jezelf echt heel goed. Fred, ik vind het echt prachtig. Mooi. Ja, omdat het groen is zeker. Ik hou van groen. Jij houdt echt heel erg van groen. Dat weten we inmiddels.
En je laat het elke keer weer blijken. Mijn camera is weer vastgelopen. Fred, kan jij er iets tegen doen? Nee, niet op mij schieten alsjeblieft. Ik smeek het. Fred neemt camera wel over. Nee, hij gaat de camera niet overnemen. Poging 100 miljoen Fred om mijn camera niet vast te laten lopen. Kijk of hij deze keer gewoon aan kan blijven en dat jullie mij kunnen blijven zien. Niet op mijn schieten, hè? Fred, doe eens alsof er nood is. Wat doe je dan? Als jij... Ah, jezus, dat deed je snel. Ik denk dat, dat bijna niet te missen valt. Maar dan moet je er wel heel veel achter elkaar sturen, hè? Dat zal ik doen. Wat is dat lelijke gebouw? Welke? Achter jou. Ja, die is nog niet af. Daar wordt aan gebouwd. Door wie? Door René. Ik heb niks gezegd. Ja, nu heb je een probleem met René, hè, als ze dit ziet. Nee. Jawel. Maar als René... er staat pleintje. Huh? Er staat pleintje. Ja, daar komt een pleintje naast. Niet kasteel. Nee, zo kasteel. Ik snap er echt niks van. Ik moet wennen aan de structuur. Als René deze video ziet, heb je ruzie met haar. René, ik maak het wel goed. Hoe dan? Geheim. Oké, jongens, als alle signs erop zitten wat nu toch wel gaat gebeuren, dan kunnen we gaan beginnen met de trap maken, zodat we normaal erop en af kunnen. Niet zoals Fred nu telkens het rare trappetje moeten gebruiken daar. Maar voordat we dat gaan doen, dag Fred, voordat we dat gaan doen, gaan wij eventjes vuurwerk kopen. Want mijn vuurwerk is op, dat zei ik. En ik kan gewoon niet meer rondvliegen op het moment. En dat is heel vervelend. Het voelt me echt belemmerd daardoor. En na de trappetjes gaan we ook licht maken, want ik merk elke keer dat de zon, die schijnt hier niet lang op. Kijk, op het kasteel staat de zon, daarboven staat de zon. Maar ik weet niet eens waar de zon is, joh. Waar is de zon? Nou, in ieder geval, de zon schijnt niet echt lekker op deze pier, dus er moet wel goed licht komen, nu al. Maar het ziet er echt goed uit. Oh, Fred is in nood! Fred, Wedden, er is niks aan de hand, maar hij doet alsof hij in nood is. Maar ik ga er wel heen, want dit is de afspraak die ik met Fred gemaakt heb. Als hij in nood is, mag je het vuurwerk afsteken. Fred! Fred, waar ben je? Waar ben je, Fred? Help. Fred, waar ben je? Waar ben je? De vuurwerk... Hier. Ik haat je echt, hè, dat weet je. Je hebt dirt, je kan letterlijk omhoog bouwen. Heb ik niet meer. Wacht. Ik zit vast. Kom, zo. Oh, nee, 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 wacht, 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 wacht. Nee, nee, Fred! Fred! Fred? Fred! 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 Hoe kan dat nou? Fred! Nee! Hoe kan dit nou? Fred! Fred! Oh, oh, nee. Oh, mijn god. Oh, ik heb een elytra. Wat ben ik blij. Oh, ik schrok helemaal kapot. Oh, maar ik heb het vuurwerk van Fred. Nice! Ik heb het vuurwerk van... Ah! Oh, oh mijn god, die steekt zichzelf natuurlijk af. Oh, ik schrik me helemaal kapot. Maar respawnt Fred nou? Want hij is gewoon normaal dood gegaan. Respawnt hij dan? Ik weet het niet. Waar is Fred? Ik snap er helemaal niks van. Oh my days. Als Fred zou respawnen, waar zou hij dan respawnen? Waar zou hij... Stel hij zou respawnen. Ik weet niet, jongens. Zou die... Ik heb hem gered. Ik ga er niet mee akkoord dat hij nu gewoon zo... Als ik dood ga, respawn ik natuurlijk ook. Fred is inmiddels deel van de server. Die zou ook moeten kunnen respawnen. Hij is niet meer in de ruimte nu ergens achtergebleven. Waar zou die sowieso... Wacht, misschien gewoon bij zijn graf natuurlijk. Gewoon kijken of hij bij zijn graf is. Of, weet je wat, ik heb al een idee. Ik schiet gewoon het vuurwerk in de lucht. Hoe doe je dat? Hoe schiet je vuurwerk in de lucht? Zo? Ja, kijk, zo. Oké, komt hij. Misschien dat dit Fred oproept. Ik schiet groen in de lucht. Hoppa! Misschien dat Fred dan langzamerhand deze kant op komt. Of is hij wel bij zijn graf? Fred? Oh, je bent hier! Je bent... Au. Je bent gewoon hier. Ja, waar anders? Hier, alsjeblieft. Ik neem wel een paar van je vuurwerkjes in beslag. Heb je nou de Fred CD ook gedropt? Ik dacht dat ik die had. Nee. Oh, ja, jij natuurlijk. Hier heb je de Fred CD. Dankjewel. Fred, ik ga weer bouwen. Maar jongens, voordat we gaan bouwen, laten wij eerst even wat nieuw vuurwerk kopen in het winkeleiland. Ah, maar ik krijg elke keer damage met dit vuurwerk. Het is heel vervelend, want hoppa, hier. Het doet behoorlijk pijn. Elke keer dit vuurwerk. Maar hier ben ik al een tijdje niet meer geweest. Het winkeleiland. Oh my days. En dan... Gaan we hier, openen we deze. En dan, als het goed is, hier. 3 stacks per diamond. Oké. 1, 2, 3. Dan moet ik eigenlijk even die eruit halen. Dus dat is 1, 2, 3. 3 diamonds zijn dat al. 1, 2, 3. En 2 diamonds. 3 diamonds. Zo. 4 diamonds. 5 diamonds. 6 diamonds. En doen we 7 diamonds na afloop. Zo. 7 diamonds gaan we betalen. Betalen we hierin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoppakee. Dan pakken we die weer zo op. Nemen we die mee. En dan kunnen wij vrolijk, vredig teruggaan naar de basis om verder te bouwen. Want we moeten ons projectje vandaag afmaken, jongens. Ik wil sowieso echt heel ver komen met de pier. Met de haven. Kijk, daar hebben we het. Het kasteel, jongens. Jezus, wat ziet het er groot uit vanaf hier eigenlijk allemaal. Laten we even crashlanden hier in het water. Nee, niet in het water, want dan moet ik weer uitklimmen. Zo, dan gaan we slapen. En volgende nacht gaan we absoluut belichting plaatsen. Dat is een verplichting van mezelf. Maar eerst de trap. De trap wordt natuurlijk ook gewoon van hout. Alleen, ja, daar valt hij niet echt op. Maar ik denk dat ik niet zoveel keuze heb. Dat een beetje een ding is. Laten we in ieder geval dit weghalen zo. Dan hier dit plaatsen.
daaronder. Ik denk dat daar gewoon zo moet. Ik heb al een idee, kijk. Zo, zo, zo. En dan dit helemaal volbouwen. Want dan kunnen we hier weer de volgende laag doen. Ja, zo, hoppa. Dan misschien hier gewoon een hele simpele platte laag van dit. 3 breed of 2 breed? Nee, wel 3 breed, hè? Om daar vervolgens weer dit te doen, allemaal simpel. En dan hier weer zo. Ik denk dat we dan wel een leuke trap kunnen hebben op deze manier. Misschien, ja, dit is wel een beetje raar hoe dit eruit ziet. Het is een beetje breed, de trap, to be honest. Hij is te breed voor de locatie. Ook al kan ik natuurlijk het nog wel netjes afwerken, een beetje zoals dit. Hier misschien een slab zo. Ik denk dat ik hem even goed te breed vind. Nee, het is zeker geen mooie trap. Hij gaat weg. Bleh. Misschien als ik hem als het ware zo maak. Dan een beetje door laat lopen nog. En dan hier gewoon een heel simpel dun randje maak zoals dit. Ik denk, wacht, ik heb een goed idee ineens, jongens. Ik heb een heel goed idee. Dat randje wordt 2 dik, zo. Zoals dit. Erop, hè. Dan hier komt een mooi trapdoor randje zoals dit. Ja, dat is leuk. Hetzelfde aan deze kant. Doordat het gewoon een dun trappetje is. En dan hier een blok. Hier een blok. Daar kunnen dan stairs waar die op onderhouden wordt, zo. Hier misschien ook zo een ster. Waardoor hier ook een ster gaat en hier ook een ster. Dan daaronder komen ook deze zo. Ja, ik denk dat ik hem nu te pakken heb, jongens. Signs hier. Hier kan ik geen sign plaatsen. Ah, oké, maakt niet uit. En dan hier. Ik weet niet of ik hier iets specifiek nodig heb. Oké, ik denk dat ik gewoon op deze manier tevreden ben ermee, jongens. Het is echt zo'n havenpiertje. Weet je, je kan er ook gewoon afvallen op deze manier. Ik denk niet dat het nodig is om helemaal nog een randje hieromheen te maken. Want dan wordt hij ten eerste nog dikker en dat wil ik niet. En ik denk dat dit juist wel leuk is. Gewoon zo'n simpel trappetje, weet je. Gewoon echt een leuk simpel trappetje op deze manier. Kan je gewoon op en af. Hier kan je misschien nog wat details plaatsen uiteindelijk. Maar meer is ook niet nodig op deze manier. En hij is ook niet dik, zie je. Hij is niet dat je denkt, wow, wat een storende trap naar boven. Totaal niet zelfs. Ik zou zeggen, Max, waarom heb je dit randje dan dikker gemaakt? Waarom hou je dan dit niet gewoon weg dat je zo hebt? Maar dat is puur omdat je hier dan mogelijk nog wel detail kan plaatsen, weet je? Dat er nog een beetje detail te plaatsen is. Niet stairs of fences. Dat niet. Dat is niet een mooi detail. Oké, dan ga ik de ster ook nog even hier. De trap, die wordt wel een stukje hoger op deze plek. Ah, wat doe ik nou? Maar ik wil hem hier, wil ik hem ook hebben op deze plek. Ja, kijk, hier zo. Hoppa. Gaan we die weer weghalen. En dan maken we hem gewoon even nog een keer. Zo, dan is de andere trap ook gemaakt. Dus hebben we daar een trappetje. Een kleintje is het. En hebben we hier nu een trappetje. Die is wat groter, jongens. Kijk, die loopt natuurlijk een stuk hoger. Lekker simpel, maar ze zijn hartstikke goed. Daar ben ik blij mee. En nu wordt het weer nacht. En ik had beloofd, bij de volgende nacht gaan we allemaal lampjes maken. Dus laten we dat ook gelijk eens eventjes doen. Maar daarvoor heb ik wel lanterns nodig. En ik ben bang dat ik die niet meer heb. Dus dan moet ik wederom nieuwe maken. En dit kost veel ijzer, jongen. Oh, wat zijn die dingen altijd stinkduur. Ik heb er nog maar eentje hier, dat bedoel ik. En ik heb ook nieuwe chains nodig. Oei, 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 oei. Dit gaat even een duur grapje worden. Zo, 33 chains en 24 lanterns. En dan heb ik even de goede blokken nodig. En dat is ineens spruce. Uit het niets heb ik gewoon een ander soort blokken nodig, jongens. Wow, gek. Zo, ik heb nog wat meer dingen van mijn vorig project kunnen verzamelen. Waardoor ik meer chains heb en alle goede spulletjes bij elkaar heb kunnen rapen. En wat ik dan wil doen, jongens, is ik wil hier precies tussen, op plekken zoals dit, laten we zeggen, wil ik zo doen. Dan wil ik daar trapdoors tegenaan plaatsen. Dan de andere soort trapdoors. Gewoon weer het bekende design die ik al meerdere keren gedaan heb. Oh mijn god, ik ben blokken vergeten te pakken. Oei, maar maakt niet uit. Doen we eerst wel even zo, zo, zo. En dan moet daar nog een wall tussen. Die mis ik alleen nog. Dus laten we die even halen. Zo, dan hebben we die. Hoppa, kijk, dit ziet er toch leuk uit, jongens. En dan kan je zo doen, zo, hoppa. Kijk. Oh, ja. En dan wil ik dit om en om doen. Nee, ik wil dit om de 3 doen, denk ik. Ik denk dat ik dit vanaf 3 zo hier wil doen. Dus laten we even kijken of dat dan uitkomt. Zie je ook? Ja, dit is te klein. Oeps, daar heb ik niet over nagedacht. Dit is te klein. Dit is natuurlijk veel te laag. Misschien dat ik die dan hier doe. Zo. Waardoor ik hem een beetje omwissel. Dat kan niet, want dan zie je het gras vanaf de ene kant. Ah, je kan het al helemaal niet. Dit is een probleem. Waar ik niet over na heb gedacht, want dit is wel een heel leuk idee om dit zo te doen. Ik ga gewoon zoveel mogelijk vast plaatsen. Ik kan ze altijd nog weghalen, weet je. Kijk even hoe gezellig dit er wel uitziet, jongens, op deze manier. Oh, het voegt wel heel veel toe. Misschien heb ik er iets te veel gedaan. Dat dat wel een dingetje is, want het zijn natuurlijk stiplichtjes en het is niet een ruimtelijk licht. Het zijn wel heel veel stipjes, weet je, op deze manier. Ik denk dat het net te veel is, alleen dat ik misschien die weg moet halen, die weg moet halen en die weg moet halen. Ja, dat ga ik sowieso doen. Het is net te veel, dat zie ik nu al. Dit is veel beter. Ja, dit is niet zo bij elkaar opgepropt gelijk. Enig probleem is, dan zou ik het daar ook nog eentje moeten plaatsen en dat wordt gewoon weg te krap. Dus, dit is wel een dingetje, hoor. Wat ik sowieso nog ga doen, jongens. Maar mijn hout heb ik net allemaal weggelegd. Meen je dat, Max? Waarom heb je al je hout weggelegd? Oh, je ander soort hout. Ik heb daar nog zoveel mee te doen. Ik moet namelijk hierop, wil ik overal nog volgens mij wel dit hout hebben. Om het een beetje netjes af te maken. Af te ronden, weet je. Dat het hout, dit, je mag dit niet zien, de binnenkant van een boom. Dat vind ik niet leuk om te zien. Ik denk dat als ik daar overal trapdoors op doe, dat dat een goede keuze is. Oh, maar mijn trapdoors zijn op natuurlijk. Ik heb weer niet genoeg.
Zo, dan zitten die er allemaal op. Dat is netjes afgewerkt nu. Ik denk dat voor een of andere reden op de pier het met dit hout mooier is om te doen. Ik denk dat dit er een beetje... Ja, of het past er niet bij, of ik moet meer gaan doen met dat soort hout, zoals barrels plaatsen en zo. Maar dit hout matcht natuurlijk niet echt heel lekker ermee. Ja, dit is gewoon hetzelfde, alleen dit gebruik ik al in de pier. Dus laten we dan toch nog maar even dit gewoon spruce gebruiken. En dan wachten we af tot we meer op de pier gebouwd hebben. Dit moet ik trouwens ook nog fixen. Maar dan wachten we af tot we meer gebouwd hebben op de pier en dan kan ik beslissen wat ik ermee wil. Maar goed, hier moet ook licht komen. Hier moet ook licht komen, jongens. Kan ik hier niet gewoon hetzelfde concept doen? Dat is maar dan zo. En dan daar gewoon een lantern aan met licht. Misschien een beetje een cheap-ass oplossing, maar kan. Dan klopt het nog steeds. Alleen het is niet mooi. Het is niet zo mooi als dat. Maar voor nu is het een oplossing. En daar ben ik al heel blij mee. Een oplossing is beter dan geen oplossing. En dan op de uitstekende pier moeten ook natuurlijk twee lichtdingetjes zitten. Dus die laten we die ook even bouwen. Zo, zo. Ik weet niet of hout of steen bedoel ik een goede optie is. Dus laten we dat maar niet doen. Oh, zo, zo, zo. En dan die erop. Alleen... Gebruik wel het verkeerde hout, zie ik nu pas. Nou, kom op. Drop. Drop. Juist, zo. Nee, daar moet wel dus gewoon dark oak hout onder. Deze. Anders klopt het allemaal niet. Is dat leuk? Aan het uiteinde? Het is een beetje hoog of zo, hè? Of niet? Het voelt te hoog, dat. Het voelt heel raar. Het voelt alsof het niet klopt. Ik denk dat dit even weg moet zo. En dan gewoon alleen deze erop. Misschien dat dit even wat beter is. Ja, dat is gewoon even wat logischer. Voor some reason vind ik chains en lanterns om zeg maar, dat chains onder zitten en de lanterns daarboven een beetje weird. Maar op sommige plekken ook weer niet. Zoals op de begraafplaats heb ik dat gedaan. En daar vond ik het dan wel weer heel leuk. Ik weet het niet. Soms ben ik gewoon raar. Hoppakee. Zo, dan is het nu belicht. Nu zou er letterlijk gewoon detail op kunnen komen, jongens. Nu zouden er kraampjes kunnen staan. Karretjes. Weet ik voor wat allemaal. Kratten. Opslagdingen. Het zou allemaal geplaatst kunnen worden op de pier nu. Ik denk dat de fundering van de pier en de belichting en de erop en eraf, de trappen en zo, dat is allemaal gewoon klaar. Er moet sowieso hier ergens, daar misschien, een hijskraan komen. Ik denk dat daar zelfs de mooiste plek is voor een hijskraan. Die dan zo wat in het water tilt of zo. Een soort, ja, weet ik veel, een paar barrels of zo. Maar kijk hoe leuk dit eruit ziet, hè. Wat een goede toevoeging, dit water met die pier. Oké, jongens, voor een minuscuul klein bootje heb ik een design opgezocht op het internet. Omdat ik dacht van, ja, ik weet niet precies hoe ik dat zelf mooi kan maken. Dat is iets wat ik bijna nooit doe natuurlijk. Niet dat ik dit heel vaak doe of zo, maar dat soort dingen is gewoon heel specifiek. Dus daarvoor heb ik het design opgezocht. Laat ik die dan eventjes hier maken. Gewoon dat die aan het varen is. Maar daarvoor moet ik eerst even hem omhoog bouwen. Zo, dan ben ik op de oppervlakte. Dan moet dit allemaal weg. Ik wil niet natuurlijk dat dit dingetje hier lang blijft. Oh, maar deze. Wat is dit nou? Waarom blijft dit water hier zo staan? Wat vervelend. Wat is dit? Oh, dan moet ik zeker deze hierboven plaatsen. Die dan weg en dan... Juist. Oké, voor dit idee moet ik dus dit hout gebruiken. Plaats ik hier twee trapdoors. Kijk, jongens, hebben jullie gelijk een tutorial hoe je een minibootje maakt? Dat is voor mij ook een tutorial. Want als tutorial, ik zie gewoon een plaatje op het internet nu. Barrel hebben we daar geplaatst. Dan doen we daar twee signs aan beide kanten doen we maar aan. Hij is echt heel leuk. Dan tegen de barrel plaatsen we een kistje. Dan aan de andere kant van de barrel doen we de achterkant zo. Zie je, krijgt de vorm al. Hier plaatsen we er ook eentje op deze manier. Daar doen we een lantern op. Hier doen we een banner. We hebben een paars heb ik gepakt. Ik weet niet waarom. Vond ik wel leuk. En dan is het enige wat nog mist. De trapdoors die tegen de dingen aanstaan hier. De chest. Zo. En dan hier tegenaan. Oh, dat moet wel recht staan. Zo. En dan hier eentje. Halen we de middelste weg. En dan doen we die dicht. Waardoor je een bootje hebt. Oh, wacht. We moeten daar ook nog signs tegenaan. Hier. Zo. Ziet dit er leuk uit? Nou, dit vind ik er heel leuk uitzien. Laten we even van afstandje kijken. Het is wel een ander soort hout, dus ik ben bang dat hij een beetje misplaatst voelt. Nou, dat valt eigenlijk nog wel mee. Ik kan hem niet het andere hout maken, want dan klopt, dan is het gewoon te veel dat donkere hout, weet je. Maar imagine dat dit soort hout helemaal vol staat hier overal met details. Dan klopt het wel ineens. Het is wel een leuk bootje dit. Het is serieus echt een leuk bootje. Daar moet er ook eentje, maar die moet iets groter. Misschien dat dit bootje beter daar tegenaan kan. En dan er ook eentje daar tegenaan, alsof hij aangemeerd is, weet je. Laten we er nog eentje bouwen, maar dan die hier tegenaan gemeerd is aan deze kant. Kijk, alsof hij hier zo aan is gemeerd. Dat is denk ik wel een leuk idee. Zo, dan hebben we nog een bootje. En die is natuurlijk nu op deze plek. En dit is wel een hele goede plek voor dit bootje, om eerlijk te zijn. Hebben we hier eentje aangemeerd. Daar is er misschien eentje onderweg om aan te meren. Dat het verhaal van die is. Dat is wel leuk, in plaats van dat hij al aangemeerd is. Ja, dit ziet er leuk uit, hé. Oh, ik ga ook rotsen nog uit het water laten komen en zo, jongens. En er komt nog zoveel leuke dingen komen hier. De camera is weer vastgelopen, jongens. Het is weer zover. Het is weer gebeurd. Jongens, ik zag Fred lopen. Daar is hij. Daar is hij. Hij loopt erbij. Hij camoufleert met de grond. Fred, ik ga hem laten schrikken. Ik ga hem laten schrikken. Let op, hè. Ga hem ineens slaan. Ik wilde jou laten schrikken, maar het tegendeel laat je mij schrikken. Dag, Fred. Hoi.
Hoe is het? Goed, en met jou? Ja, goed. Ik heb letterlijk één taak te doen nog en dan ga ik weg voor vandaag. Wat vind je van de pier? Hij ziet er leuk uit, hè, de pier. Boot. Hè? Boot. Boot, ja, dat is een klein bootje. Je moet oppassen. Je kan er niet in. Oh mijn god, Fred, je kon er niet in. Want dat is in het water. Daar rechts is nog een bootje. Daar kan je wel in. Ja, mooi. Ik ga er vandoor, Fred. Waarheen? Vandoor. Waarheen? Vandoor. Waarom? Waarom volg je me? Laat me met rust. Fred, ik vind het een beetje eng hoe je me volgt. Nee. Mooi. Dag, Fred. Waarom? Nee. Fred, ik heb nog taken te doen. Koningstaken. Ik moet taken voor de koning. Niet doen! Auw! Doei, Fred. Oké, jongens. Wij hadden nog als enig taakje voor deze video René haar quiz afmaken. Die had ik beloofd aan jullie dat ik die in de vorige aflevering... Of dat ik die in deze aflevering af zou maken. Maar daarvoor moeten we eerst eventjes mijn kistje opruimen. Of mijn spulletjes in kisten doen. Ik heb namelijk te veel spullen bij me. Maar ik ben vergeten waar het volgende boekje was. Waar kon ik die ook weer vinden? Die had ik hier achtergelaten. In haar oude huisje. In René haar oude huisje kon ik de volgende vraag van haar quiz... vinden. Laten we er even heen gaan. Haar oude huisje is natuurlijk in de jungle, jongens. Dat is haar boomhuisje. Oh, mijn renderdissers doen het weer goed. Alles laat weer mooi in. Die kon ik natuurlijk hier vinden. Dit is haar oude huisje. Maar waar ga ik de barrel met de kist kunnen vinden? Met het boekje. Bij de katten natuurlijk. Ja hoor. Gaat het weer over katten? Naast katten. Natuurlijk gaat het over katten. Naast katten heb ik ook andere favoriete diertjes. Welke zijn dat? Paarden of vogels? Dat zijn natuurlijk vogels, jongens. Nee, houdt van vogeltjes. De volgende vraag vind je in de basis van Maurits. Laten we die dan gelijk even ophalen, zodat we niet heen en weer hoeven te vliegen. In de Star Wars basis van Maurits, jongens. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Maar waar gaan we die vinden? Waarschijnlijk in de grote ruimte hier daar in het midden, gok ik. Nee, niet eens. Waar ga ik dan de vraag vinden in de basis van Maurits? Hier naar boven misschien? Kijk hoor. Nee, hier dan. Hierdoor. Waar is dit? Waar ben ik? Hier doorheen? Nee. Ik kan het gewoon niet vinden, jongens. De barrel... Oh! De barrel is gevonden. Ik wou zeggen, de barrel is goed verstopt, maar ik heb hem gevonden. Vraag 8, Star Wars. Tja, ik weet nog niet echt wat ik ervan moet vinden. Ja, maar René en ik zijn nu Star Wars aan het kijken. Ze kijkt het voor het eerst. En ze weet niet wat ze ervan moet vinden. Jongens, wat moet ik ermee? Laat even weten in de reacties. Welk karakter vind ik tot nu toe het meest irritant? Bink Jar Beast, Watto Beast. Bink Jar Beast of Watto Beast? God. Jongens, laten we de vraag maar beantwoorden. En daarvolgende vind ik het huis van Floor, dus dat is ook in de basis. Dus dan mogen we toch terug die kant op. Bink Jar Beast. Jongens, als je Star Wars hebt gekeken, weet je wat voor disrespect René nu aan de toon is. Voor alle Star Wars fans. Het doet pijn. Oké, maar laten we eerst de antwoorden die we tot nu toe hebben even invullen in het systeem. Vraag 7 is natuurlijk vogels, dus dat is naar beneden. En ik denk dat ze Bink Jar Beast... Jar Jar Binks, bedoelt ze? Dat ze die natuurlijk het meest vervelend vindt, dus dat is 8. Dus dan is dit 8 en dit was 7. De volgende vond ik in het huis van Floor. Oké, dat is niet zo moeilijk. Huisje van Floor. Als ik hier kom is mijn FPS altijd laag. Maar waar is de barrel als ik dat mag vragen? Oh, hier. Hoppakee. Vraag 9. Ik zou toch stiekem wel graag een slang willen later. Vindt ze zo leuk. Vooral als je een klein mutsje... Ik kan echt niet lezen. Vooral als ze een klein mutsje op hebben. Maar wat houdt mij tegen? Het voeren of de bak schoonmaken? De volgende vraag vind je bij jouw lieve diertjes. Het ding wat René tegenhoudt, jongens, dat is de slang voeren. Want dan moet je volgens mij levende muizen voeren en dat vindt ze zielig en zo. Volgens mij is dat de reden. Maar de volgende is bij mijn diertjes. Kijk, daar is hij al. Ik zie hem. Hoe lang staat dit hier al? De dingen vallen me helemaal niet eens op dat die hier staan. Vraag 10. Wat is mijn favoriete mobile game? Weet het zelf bijna ook niet. Ha, Angry Birds of Clash of Clans? Ik denk Angry Birds, jongens. De volgende vind je achter de troon. Laten we die dan ook gelijk ophalen. Laten we eerst even allemaal ophalen en dan naar die ruimte gaan. Je krijgt gewoon allemaal dingetjes over René te weten, jongens. Die staat blijkbaar hier achter de troon. Hoe lang staat die er al? Die stond er waarschijnlijk ook al eventjes. Vraag 11. We hebben het al gehad over lekker eten, maar dat was bijna allemaal wel ongezond. Dus nu een vraag over gezond eten. Wat voor fruit vind ik het lekkerst? Druifjes of watermeloen? Druifjes of watermeloen? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk druifjes? Dat weet ik eigenlijk niet. De volgende vind ik toch in de ruimte. Dan heb ik die denk ik al gezien. Dus laten we die dan mooi pakken. Die is namelijk daar. Die had ik al eerder gezien, die kist. Die viel me al gelijk op. Dat was hier. Zo, boek en quill. Ja, dat was de laatste vraag. Oké, laten we ze even allemaal invoeren. En dan hopen dat we het goed hebben. Vraag 9. Ik zou toch stiekem dat was het voeren. Dus vraag 9 is omhoog. Vraag 10 is eng. Die beurt is ook omhoog. Ik denk dat dit druifjes is. En dan zal dit... ik weet bijna niet meer wat ik moet vragen. Auto's, dat hebben we nog niet gehad. Van welke auto vind ik het interieur het mooist? Tesla of Alfa Romeo? Ik denk Alfa Romeo. Oh, dan heb ik toch iets fout. Misschien is het dan toch watermeloen. En dan Tesla het interieur mooi. Oh!
Tesla was het. En dat was watermeloen. Oké, jongens. We hebben dus allemaal goed. 1 tot en met 12. De René-quiz is goed. Waar komen wij in terecht? Jullie konden het achterlaten in de vorige aflevering. Waar ben ik terechtgekomen? In de onderste bovenkerk was dit. Maar nu is het gewoon een normale kerk geworden. Met een boekje. Er staat goed gedaan. Hoe kon het ook niet anders dat je me goed kent, hè? Deze zijn speciaal voor jou. Hartje, Rini. Nou, laten we kijken wat ze... Nou, jongens. Oh, dat zijn serieus oprecht nog veel. Dat is zo'n 50 diamonds. En allemaal koekjes. Iron ingots. En behoorlijk wat vuurwerkjes, jongens. Jongens, die ben ik heel blij mee. We hebben behoorlijk wat loot hiervan gekregen. Dankjewel, René, voor de mooie loot. Jongens, hier ben ik echt heel blij mee. Doe allemaal even een bedankje in de reacties achterlaten voor René, jongens. Even een simp momentje namens iedereen ook. Ik moet wel zelf omhoog zwemmen. Maar ga allemaal even simpen voor René in de chat. Kom op. Of in de reacties. Oh, hoe kom ik hier nou uit? Zo. Hoppakee. Dankjewel, René, voor de mooie diamonds en voor de leuke quiz. Nu zijn jullie ook allemaal weer een beetje wijzer over René. Weten jullie weer meer dingen. Maar voor nu, jongens, ga ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Veel progressie gemaakt. Fred weer Fred dingen gedaan en zo. En een leuke quiz. Maar nu, kijk lekker deze video. Dit was het vorige content van Veno. Heb je hem nou gemist? Dan moet je hem zeker eventjes kijken. Want dan ben je weer helemaal up-to-date met alles. Maar voor nu, spreek je later. Glaasje water tot 4. Flesje bier tot de volgende keer. Joehoehoe.